Welkom, vandaag ga ik jullie een techniek laten zien die de basis is voor vrijwel alle snijtechnieken. In dit geval dus de techniek van de begeleidende en snijdende hand. Daarvoor hebben we nodig een goed scherp mes, het product, in dit geval een winterpeen, geschild in dunne plakjes gesneden. Dat product leggen we op de snijplank, zorg dat het stevig ligt, dat is erg belangrijk, zodat je straks niet uit kunt schieten met het mes. Dan pak je je linkerhand, zet je op het product, vorm je hand in een soort klauw, zet je duim achter je vingers, zodat je ze niet in je duim kunt snijden. Zet je vingerkootjes recht op het product en zet daar je mes tegen. Zorg dat je vingerkootjes echt recht staan, zodat je dus niet in je vingerkootjes kunt snijden. Ga dan met het mes in een cirkelende beweging langs je vingerkootje af. Rustig snijden. En loop met je vingers naar achteren toe. En houd die kootjes recht. En loop rustig naar achteren. Zo rustig aan snijden en die vingertjes recht houden. En we een mooi, veilig gesneden